Welkom bij weer een nieuw vlogje. We zitten op een fiets. Koud. Het is echt fucking koud. Veel te koud. En ja. We moeten ook nog naar de ijsbaan toe, waar het ook koud is. Yes. Ja. Het is gewoon vet koud. Het is ook nog aardig, of het is gewoon donker buiten. Of is het 's avonds? Huh? Mindfuck. Nou, de training is voorbij. Ja, met leuk, lange baan. Ja, lange baan, maar het is nog steeds super koud. Nou, ja, en echt fucking koud. Super koud bedoel ik. Het is een beetje mist. Ik mag niet zoveel vloeken. Ja, weet je, het is hier ook warm is. Het koud is, het gaat ook janken. Maar, het ligt gewoon aan Nederland. Nou, dat denk ik wel. Oh, ik stop echt met vloggen. Wij kwamen dus op het idee om spuiten of om snowspray te kopen. Ja. Maar ja, nu hebben we het op elkaar zitten spuiten. en het wil niet zo goed uit de kleren. Dus we gaan het zo meteen wassen en kijken of het eruit kan. Als het er niet uit kan, dan ja, hebben we een klein probleempje. Ja, het zit ook een beetje in de broek, maar dat hebben we er wel even af. Onze fietsen zijn wel mooi wit. Ja, dat zeker. Dan maken we straks ook nog wel even een filmpje van. Ja. Doei. Doei. We hebben het spul 30 minuten in de wasmachine. 30 minuten wachten. 30 minuten. En dan kunnen we het weer ophalen en in het droge doen. Want we hebben het zonder twee weer nodig. Heb jij nou dezelfde trui aan? Heb jij een mooie trui aan te houden? Boef, dat is gewoon boef trui. Gewoon boef man. Als je omhoog wilt. Kijk. Magische vingers. Wee, yo. Ik heb een gat in mijn broek. Geen geld voor een nieuwe broek. Nee, ik ben te skeren. Ja, dat dacht ik al. Hoe laat is het? Tijd om op 13:56. Maar het is awkward als je niet gaat praten in het lift. Oei, ja. Doei. Sven en ik, die zijn professioneel in truc rijden. Ja, kijk maar even op het scherm. Ja, kijk, wat wij meestal doen is dit Eurotruck Simulator. Eens hoe werkt ook weer arbeidsmarkt. Ja. En dan snelle opdracht. Ja. En dan. Een kist geld, Virginia. Maar ik wil niet van Nederland naar Nederland. Damast even kiezen. Wat is dit? Dit is van Amsterdam naar Amsterdam. Ja, maar Damast ook met die eigen truck, dwaan. Hey. Gast, wat is dit? Dit is van Liel naar Liel. Ja, maar dat mag met die situatie. Nou, wij zijn weer klaar met onze training, die we nooit filmen. Maar we hebben weer krachttraining gehad. Normaal gesproken zouden we ook ijshockeyen, maar helaas... Pindakaas! Helaas ging hoeven we dat gelukkig niet te doen. Echt super jammer dat het niet doorging. Ik vind dat echt heel jammer. Ja, maar ja, het NTS had het ijs nodig, dus ja. Ja. Maar niet van buiten dat om. Het is nog maar 4:30. Dus we gaan even kaas halen. Bij de kringloop. Schimmelkaas. Dat is echt lekker, ik zweer het je. Schimmelkaas? Heb je dat ooit wel eens gehad? Nee. Het proeft echt gewoon naar kaas, maar dan oud. Dat heet oude kaas. Oh, maar ja, nee, op die fiets. Ik snap het ook allemaal niet meer. Kaas is kaas. Wat vinden jullie nog steeds van onze fiets? Bro, voor mij ook nog even deze. Zo mooi. Nee, wij gaan nu naar de Lidl. Ja. Doei! Ja, welkom. Ik ben even met Sven. En we hebben een hele goede man voor ons materiaal. Nee, ja, Melle is ook... Juist. Dat is Leon Bloemhoff. En Sven is echt supergoed. Sven heeft goud gehaald, Melle bijna goud, maar hij viel. Hij valt best wel vaak. Dit is Jens met Jesse. En dat is Leon. Hoe heet ze ook weer? Aline. Hoe heet ze? Ben ik even vergeten. Ik ook. Afstand tussen de banden. Zet de roes.
bass track. Dit vlogje, we zijn vandaag hier in Zoetermeer met... Ik vind hier ook een spier met al die vriezen. Kennen jullie hem, jongens? Dit is Ingmar van de Griek. Ingmar van de Griek. Zijn vader maakt vet mooie foto's. Ja, ook wel. Erwin Smuk Griek. En even zien, gaat het lukken? Ja, we zijn hier met Melle. En Melle Junior. Kai Sietse, ouwe rukker. Tom. Niet te vergeten. Bram. Keinaat. Wat? Ik weet het ook allemaal niet. Nou, dit was het. Oh, dat is Koen. Oh, dat is Koen. Oh, en Tineke. Tineke, hoe ging je rit? Je wordt wel 100 keer bekeken, hè? Hoe ging je rit? Tweede, dat is door. Fijne avond. Dat lekker. Zo hoort dat. Nou, doei. Nou, het is nu 9 uur. De film is voorbij. Gaan we binnen even lekker naar de film. Godverdikkie, Dikkie, wat is het koud. Nou ja, in ieder geval. Het was best wel een leuke film. Ja, het was echt leuk. Het heette Overlord. Ja. Het was echt mooi in elkaar gezet. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. Echt wel. 7 juni 1944, de oorlog voorbij is met de Duitsers en hier. Bombom. Jezus. Sorry jongens, ik ben niet zo goed in. Nou ja, Sven heeft goed opgelet. Op school. Nou ja. Naar school, kinderen. Dat was wel leuk. Nou ja, even leuk. We waren in de sportspullen.
naar de bioscoop geweest. Een beetje tokkie, maar ja. En ja, natuurlijk. Ken al je. Ambo. Waarom ga je naar 7? 7, wie groot of 7? Tomkant. Tomkant, ja.